en heren, welkom bij een nieuwe Tips Games Kok video. In deze video gaan we spaghetti saus en spaghetti klaarmaken. Een super moeilijk gerecht geleden de vorige keer. Trouwens, op mijn vorige video, dat was echt een succes. Maar echt waar. En ik heb een paar kleine foutjes gemaakt. Oei. Geen merk. Maar dus, we gaan nu beginnen met ajuin te snijden, want dat hebben we nodig voor onze spaghetti. Als eerste moet je al die randjes eraf doen. Maar nu gaan we dit hier, die rand, kijk dat wel, dat velletje, dat gaan we nu ook moeten afdoen. Dat is heel belangrijk. Goed, dan gaan we er nu aan beginnen. Ook snijden gaan we ook doen. Goed, dus we hebben de uitjes al heel fijn gesneden, mits mijn ogen niet al een klein beetje pijn doen. Maar dat maakt niet zoveel uit. Wat we nu gaan doen is, we gaan eerst boter smelten in een pan. En dan doen we er uitjes bij. Stukjes uitjes, je kunt zien, heel fijn gemalen. Je zult zien, een topgerecht. Dus we gaan weer gelijk de vorige keer het aandoen. Nu gaan we kijken. We zien dat deze pot, zie de pot, op dit vuur staat. Dus we kijken. Aha, het staat hier. En we zitten het op 9. We hebben ondertussen al een stukje boter afgesneden. En dat gaan we nu doen in deze pan. De pot. En nu wachten tot het is gesmolten. Nu dat we de boter hebben gesmolten, kan dit er ook al bij. Je moet genoeg roeren in de pot trouwens, hè. Als je dat altijd kunnen zien in de versnelde video. Dus voilà, en niet super proper gedaan. Alles is erin. En dan kan je nu beginnen met roeren. Ah, ik ga even de lepel van halen, wacht, hè. En beginnen met roeren. Trouwens, iets gewoon zodat jullie het weten. Het moet bruin zijn, dus dit is niet goed. Maar op sommige plekken, als je goed kijkt, zie je dat sommigen al bruin zijn, maar dat is nog niet helemaal klaar. Ja, goed. Zoals jullie kunnen zien, is het al klaar. Dus dit. Dus dit mag er al bij. Lekker balletje. Ja, wat heel belangrijk is, is dat je goed genoeg roert en dat je het rijkelijk overgiet met paprika bijvoorbeeld. En bijvoorbeeld ook kippenkruiden. We gaan nu tonen hoe je dat doet, dus niet zo. Maar overal zo. En tussen roertjes zo. En tussen blijf je gieten zo. Wow. Giet. De tijd, voor kwestie de tijd te besparen, heb ik van de morgen al van die heerlijke worteltjes gekocht. Intussen is, zoals je kunt zien, onze dingen al klaar. Intussen is dat al een beetje gekruid. Gaan we nu beginnen met de hette wortels erin te doen. Dus zie, giet. Dat mag een beetje hoger zitten, dat maakt niet uit. Je mag ook een beetje naast zitten. Dat keuze ik zoek wel op. Dat is het. Eerlijk. En terug roeren. Goed, zoals je ziet, eerlijk al goed gemengd. Dan gaan we nu de tijd in. Dat moet ook al heel goed mengen, dus dit. Dat mag. Dat is te zien hoeveel je voor hoeveel personen je doet. Ongeveer een half potje per persoon. En dus wow, als je met vier bent, dus die potjes. Heel simpel. En dan ga je hard beginnen doen. Dus kijk, vanaf dit. Hard beginnen roeren. En dat moet ook goed gemengd zijn. Zoals je ziet is deze spaghetti nogal wat droog, dus we gaan er al volgende bij doen. Volgende. Dat is heel belangrijk, anders kun je niet de perfecte Tips Games maken. Want zoals iedereen weet, Tips Games, als de video's zijn fantastisch, dus de spaghetti ook. We zien, het begint er al heel goed op te trekken.
Ah, het begint er al goed op te trekken. Maar er moet nog wat ketchup bij. Veel ketchup. Wahaha, ketchup! Ketchup dood, bloed. Ah. En beginnen we weer te roeren. Roeren in die pot. Het moet wel nu deze keer echt wel goed, heel goed geroerd zijn. Of je krijgt ineens spaghetti met ketchup en een beetje... Oh, kan je niet zien? Dat is nu toch wel echte spaghetti saus. En het ruikt er echt gewoon perfect naar. Dus het is echt gewoon al spaghetti saus. Eens proeven. Zeg het even. Wel super lekker, want het mist nog peper, dus... Ja, bij Teams Games, ja, bij... Ja, nog met moderne apparatuur. Ja, die pot opvullen, hè. Leg je voor een keer. Goed, dus we weten dat het al vuur is. Net naar het vuur. En nu gaan we dat laten doen. Laat de pruttelen gelijk de vorige keer. Goed, nu gaan we zo bij het water. Het zit vast aan mijn hand. Dat is weer oké. Kijk, hè. Dus ik heb het gewoon even in het water. Wat ik nu ga doen is dit, hè. Kijk, wacht. Zie? Super cool. Ons water is altijd niet aan het koken. Maar zo, kijk, zoals je dat kunt zien. Ik denk wel dat het al klaar is voor de pasta erin te doen. Oei. Kleine storing. Ja. Goed, jij bent bezig met de pasta erin te doen. Man, dat is moeilijk. Kijk, dat is echt super makkelijk. Het is bijna klaar en haha. Voilà. Onze pasta zit erin. Nou, de volgende keer wat we niet konden doen, dus we gaan de deksel erop doen. Oei, Alain! Oei, een draaikolk maken. Kijk, goed hier. Kijk, zie je? Nee? Het is echt super cool. Kijk, hè? Ik heb het super cool ontdekt, hè? Kijk, hier is er ook. En hij gaat mee. Cool, hè? Kunnen zien, is onze spaghetti klaar. Dus we gaan doen. Ik heb een spaghetti. En we gaan die af. Je krijgt een beetje. Au. Saus. Rijkelijk overgieten. In mijn. Nee, jongens, kijk. Super lekkere saus. Oei. Ha, kei lekker. Lekker. Zeker niet veel te veel saus. Dat was lekker. Dat. Nee, wacht, het is nog niet gedaan. Want ik wil nog een dessertje. Ah, eindelijk super lekker klaar. Dat was super lekker. Ja, maar ik wil wel een dessertje. Dus we gaan nu een dessertje maken. Ik kijk naar al deze producten. Ik ga het merk, dus ik ga het zo hard bewegen dat je het merk niet kunt zien. Maar kijk naar deze producten. Kijk er goed naar. En nu. Ah! Voilà, onze dingen is klaar. Onherkenbaar maakt koekjes. Zullen iedereen een koekje maken? Lekker, hè? Zelfgemaakte koekjes. Om te zien hoe het eruit ziet als je dat doet.